Hallo iedereen, welkom. Oh, ik ben wel eens geschoten, dus je moet het dan geweer, maar het maakt niet uit. Deze video gaat over Amsterdam. We gaan vandaag, laat ik de prio's zien. En bij DVG hoe dat werkt. Oké, beginnen we met prio 1. Sorry voor de motoren, voor de motor van dit voertuig. Dus de prio 1, dat is zwaailichten. En de sirene. Laat ik even zien. Ik laat dus alle lampen zien. Nou, dat was dus prio 1. Dat betekende dus, ja, je mag door rood. Je mag ook best wel hard rijden. Ja. Kijk, laat nu prio 2 zien. Even aan de kant. Zoals jullie zien, mag je door rood rijden. Moet niet. Mag. Dat is ook leuk. En dan laat ik jullie nu de laatste prioriteit zien. Dus prio 3. Voor degenen die het niet weten, je mag op deze baan maar 50. Dus je mag maar op deze baan 50, in de wijken mag je 30. Ik had gewoon geen zwijlingen, geen sirene. Je moet gewoon normaal te plaatsen komen. Oké, dat laat ik nu bij DVG zien. Er zijn meerdere versies. Prio 1, en dan ga je naar Prio 3, Prio 1, Prio 2. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarbij je prio's. En er is nog op dit jaar zie. Oké, dan laat ik nu bij DVG zien. Dan rij je dus aan. Omdat tijdelijk het politiebord het niet doet, schiet deze aan. Sowieso altijd even de handrem aanzetten. Pak je pistool en dan doe je gewoon wat ik zeg. Politie. Laat. Laat vallen dat wapen. Laat vallen het wapen. Als hij dat heeft gedaan, dus je blijft doorgaan, dan ga je langzaam naar hem toe. Dan kan je hem uiteindelijk boeien. En dan zo. En als je dan een waarschuwt en hij doet echt vervelend, dan kan je hem altijd nog even jailen. Sowieso probeer altijd even de weg af te zetten. Is altijd wel fijn, vind ik ook, want anders word je aangereden. Politiebadge gebruik je eigenlijk bijna niet. Laat ik nu even de betekenis van alle lampen zien. Oké. Oké, dan beginnen we met de eerste. De eerste. Dat is het groene lampje. Hij kan ook tegelijk met het blauwe lampje aan. Maar groen betekent dat je eerst de plaats bent en dus het commando hebt. Dit is de toeter. Dat hoor je wel. Het is blauw en sirene. En als je dus op H drukt, dus ook de toeter, dan krijg je een andere sirene. Deze doen het niet meer, sinds kort. Dus het politiebord. Deze kan je dan gebruiken om iemand aan te houden. Doe je gewoon lamp aan en desnoods de sirene eventjes. Niet langer dan 5 seconden even aan. Maar dan weet hij het wel. Ja. Wat kan ik nog meer even gaan allemaal uitleggen?
mooi bent. Kijk, dit gebeurt als je met de radio in de wagen, dus dat doe dat ook niet. Nou, dit was een kleine video over, ja, de zwaailamp en zo. Oh ja, en toen één tip, doe nooit dit. Dan lijkt je op kabouterplop. Doe maar dat niet. Oké? Doei.